Dus staat iedereen vrij. Staat iedereen vrij. Ja, dames en heren, sorry dat ik een beetje te laat ben en dat er ook nog niet eens een minister voor u staat. Dat is altijd een van de twijfelachtige eren van de generaals van het ministerie. Maar ik weet zeker dat Bruno Bruijs hier graag had willen zijn, want het is echt een onderwerp wat hem zeer na aan het hart gaat. Maar er is, als de Kamer roept, dan moet alles verder wijken. Zelfs zo'n mooi, prachtig congres als hier bij de Medical Delta. Een van de mooiste florerende ecosystemen in Nederland. Dus zoals wel eens gezegd wordt, u had het Concertgebouw Orkest verwacht en u moet het doen met de fanfare. Maar toch ongelooflijk mooi dat u met zo'n gevarieerd gezelschap hier bent. Wetenschappers, artsen, bestuurders, studenten, ondernemers, financiers, patiënten. Allemaal samen hier in de aula van de TU Delft. Een plek die past bij het onderwerp. Want hoe futuristisch deze aula uit 1996 er ook uitziet. Ik heb begrepen dat hij alweer dringend aan renovatie toe is. Innovatie stopt nooit, ook niet in de zorg. En dankzij nieuwe behandelingen, nieuwe geneesmiddelen, nieuwe technologie leven we langer dan ooit. Leven we ook steeds meer jaren in goede gezondheid. Dankzij velen van u dus. De knappe koppen, de creatievelingen, de vernieuwers. U maakt samen de zorg jaar op jaar weer beter. En Medical Delta is een mooi voorbeeld van die innovatieve kracht van zo'n florerend ecosysteem. En ziekenhuizen en universiteiten die samen de schouders eronder zetten om nieuwe oplossingen voor de zorg te bedenken. En ik ben hier dan ook niet om u op te roepen tot innovatie. Want dat doet u al. Dat zit in uw DNA. En waarom ben ik hier dan wel? Nou, beste mensen, de zorg is mede dankzij u fantastisch in Nederland. Maar ook duur. Erg duur. Wat geven we dit jaar uit aan onze gezondheidszorg? Wie van u weet het? Roep eens wat. Hoeveel? 800 miljard? Zo groot is ons BNP nog niet eens, maar... Nou, het is 71 miljard netto, 85 miljard bruto. Dat is 30% van de hele rijksbegroting. Het koekoeksjong van de rijksbegroting. En dat is weer 5 miljard meer dan vorig jaar. En komend jaar komt er weer 5 miljard bij. En die 10 miljard is ongeveer bij elkaar de begroting van Defensie. Dus dan heeft u een beetje een idee. En een gemiddelde volwassen Nederlander betaalt via premies en belastingen al zo'n 5.500 euro per jaar aan onze gezamenlijke zorg. En ook volgend jaar zullen die premies weer verder stijgen. Dus waar eindigt dat? En we hebben nog een ander groot probleem. Want het goede nieuws is dat voordat de zorg onbetaalbaar wordt, is die al onorganiseerbaar geworden. Omdat op dit moment werken er 1 op de 7 mensen in de zorg. En dat is al fors. Want je hebt ook nog mensen nodig die het geld verdienen. Wat we dan aan de zorg kunnen uitgeven. Maar het is nog lang niet genoeg. Als we doorgaan op de oude voet, dan zal straks 1 op de 4 mensen in de zorg aan de slag moeten. En nu al voelen we hoe dat knelt. In delen van het land komen we huisartsen tekort. We missen verpleegkundigen, ambulancemedewerkers. En tegelijkertijd zien we een interessante beweging. Want het aantal ziekenhuisbedden daalt van zo'n 45.000 in 2010 tot 41.000 in 2015. En net als het aantal lichtdagen. In 2012 lagen we met z'n allen nog bijna 10 miljoen dagen in het ziekenhuis. En 5 jaar later was dat nog maar 8,8 miljoen. En het aantal ziekenhuizen dat gebruik maakt van beeldbellen is tussen 2017 en 2018 verdubbeld van 11 naar 21%. Dus de zorg is volop in beweging. Maar die verandering moeten we wel in goede banen leiden. Er wordt nu nog te weinig ziekenhuiszorg overgenomen in de buurt. We zien nog te weinig dat mensen thuis die zorg kunnen krijgen. En dat moet wel, anders valt er een gat. En de huisarts en andere zorgverleners in de buurt zullen hun organisatiekracht moeten versterken. Met volop gebruik van, jawel, e-health. En dat gaat nog veel te langzaam. Innovaties genoeg. Daar ben ik blij mee. En ja, Ton, er mogen ook nog heel veel nieuwe innovaties komen. Ik kreeg net een appje van, zeg nou niet dat er al genoeg innovatie is. En dat moet je dan niet appen, want dan gaat hij het er juist nog even over hebben. Maar innovaties genoeg en daar ben ik blij mee. En ga vooral door met innoveren, dat had ik net al gezegd. Maar de opschaling, die blijft achter. We hebben ook moeite om oude technologie los te laten. En we zien dat de manier van werken vaak blijft zoals die was.
Ofwel, procesinnovatie blijft achter. Procesinnovatie blijft achter, terwijl de kwaliteit van zorg voor 70% bepaald wordt door logistiek. Tot slot zien we te vaak dat medische technologie de zorg niet betaalbaar maakt, maar duurder. Denk maar aan innovatieve geneesmiddelen, waarvoor we als samenleving twee keer betalen. Eerst bij de ontwikkeling en als het middel op de markt komt nog een keer. De hoofdprijs ook nog vaak. Ik noem hier dus vier thema's. Opschaling van innovaties, het loslaten van oude technologie, nieuwe manieren van werken en betaalbare geneesmiddelen. En dat brengt mij weer bij u. De mensen die de zorg zoveel beter hebben gemaakt. En opnieuw verwacht ik dat een groot deel van de oplossing ligt bij u. De knappe koppen, de creatievelingen, de vernieuwers. En ik wil u vragen, denk met mij mee over deze vier thema's die zo belangrijk zijn om de zorg betaalbaar te houden. Denk met ons mee, denk met de minister mee, denk met VWS mee. Om die zorg dus betaalbaar te houden en ook organiseerbaar te houden. Want nogmaals, voordat die onbetaalbaar wordt, is die al niet meer organiseerbaar. Beste mensen, opschaling. Ik denk aan een innovatie als Early Sense. Een soort plankje dat je onder het matras legt. Patiënten op de verpleegafdeling kunnen daarmee worden gemonitord. En het resultaat, 43% minder valincidenten. De lichtduur 9% korter en 86% minder reanimaties. Misschien nog het belangrijkste, waar normaal de kans op overlijden in het ziekenhuis hoger is in het weekend dan door de week, is daar met Early Sense geen sprake meer van. En ik denk dan, dat wil elk ziekenhuis wel hebben, toch? En dat is toch voor alle patiënten goed. Toch wordt Early Sense nog nauwelijks gebruikt in de Nederlandse zorg. Oude technologie loslaten, hoe doen we dat? Ik denk aan een nieuwe echotechniek die leverafwijking kan opsporen. Overstappen naar deze techniek kan 2,2 miljoen per jaar besparen. En toch blijven artsen de oude, veel duurdere scans maken. Oude manieren van werken loslaten. Als we de zorg dicht bij mensen willen organiseren, ook de medisch specialistische zorg, dan betekent dat dus wel wat. En dat vraagt van de medisch specialist, van de verpleegkundig specialist, van de physician assistant, dat zij bereid zijn om de patiënt achterna te gaan. Het ziekenhuis uit, de wijk in. Van de wachtkamer naar de huiskamer. En wat is er dan nodig om dat geregeld te krijgen? Ik vraag het aan u. En tot slot geneesmiddelen. Ik hoef u niet te vertellen hoe sky high de prijzen van sommige innovatieve medicijnen zijn. En tot welke pijnlijke dilemma's dat leidt. Want een mensenleven is oneindig veel waard, maar onze budgetten zijn niet oneindig. En hoe lossen we dat op? Ik hoor heel graag uw ideeën. Beste mensen, we zijn een innovatief land. Ik ben enorm trots op onze sector Life Science and Health. Ik ben zelf ook namens de overheid lid van het topteam. Echt prachtige dingen gebeuren daar. En ik ga ook geregeld samen met onze minister en samen met onze LSH-bedrijven op reis naar het buitenland, waar we echt heel veel te bieden hebben. En voorheen bestonden die missies vooral uit bedrijven uit de waterbouw en de landbouw. En nu lopen we ook voorop met onze sector gezondheidszorg. En op zulke reizen besef je eens te meer hoe goed we het hier doen. Ik ben in India geweest, waar mensen op een kleedje voor het ziekenhuis bivakkeren, soms wekenlang. En ze kijken letterlijk en figuurlijk omhoog naar de dokter die ver van hen afstaat. En overigens, als we niet uitkijken, dan omdat ze daar nog zo slecht is, gaan ze ons inhalen. Dat heet dan leapfroggen in goed Nederlands. En dat moeten we niet laten gebeuren, want we willen ook gewoon het beste zorgsysteem in de wereld blijven, toch? Nou, bij ons is de zorg dus niet alleen goed, maar ook zeer toegankelijk. Er staan mensen steeds meer op het voet van gelijkheid met hun arts. En dat is ook iets om te koesteren. En als ons landje erin slaagt om oplossingen te bieden die de zorg niet alleen beter maken, maar ook duurzaam betaalbaar, dat is toch de belofte die innovatie biedt, dan is dat niet alleen goed nieuws voor onze patiënten, maar ook voor onze premiebetalers. En dan hebben we ook internationaal zoveel meer te bieden en te verdienen. Beste mensen, dit brengt me bij het topsectorenbeleid van dit kabinet. En dat is bedoeld om samen met u allen de grote maatschappelijke vraagstukken op te pakken. In de gouden driehoek van overheid, wetenschap en bedrijfsleven. En het is ook bedoeld om daar vervolgens internationaal mee de boer op te gaan. En voor die topsector Life Science and Health, waar wij bij VWS mede voor verantwoordelijk zijn, is het grote maatschappelijke vraagstuk hoe we de zorg duurzaam, betaalbaar en toegankelijk houden. En door missies mee te geven aan de topsectoren, geven we richting aan ons beleid en de bijbehorende fondsen. En nu zal het kabinet, althans dat staat hier nog, zeer binnenkort bekendmaken wat deze nieuwe missies zijn. En aan mij was geloof ik de eer gegund om
zoals dat gebruikelijk is, het schip van staat van boven te laten lekken. Maar helaas, ik heb begrepen dat de hoofdmissie al bekend is gemaakt. Dus hè, terwijl er eigenlijk helemaal niks naar buiten mag worden gebracht totdat de ministerraad daarover besluit. Maar het tipje van de sluier is al opgelicht. Maar ik herhaal hem hier nog maar een keer. De centrale missie voor het thema gezondheid en zorg is, wat dus eind deze maand officieel wordt vastgesteld door het kabinet, is dat er 5 extra gezonde levensjaren voor iedereen bijkomen. En het gaat over het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen de laagste en de hoogste sociaal-economische groepen. Want dat is toch wel een schandvlek op dat hele geweldige systeem wat we met z'n allen hebben. En die gezondheidsverschillen zijn groot en hardnekkig. En dat betekent dus ook dat we vooral werk moeten maken van innovatie die gericht is op de kwetsbare mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. En om dat centrale doel te bereiken hebben we ook nog een aantal andere missies geformuleerd, deelmissies. Die lek ik dan wel geloof ik vandaag. En die gaan, maar ik hou ze een beetje abstract, die gaan over een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving bevorderen. De zorg meer in de eigen leefomgeving organiseren. En de participatie van mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking in de samenleving vergroten. En tot slot vragen we ook extra aandacht voor dementie. En voor al deze missies geldt dat de doelen pas bereikt zijn wanneer de innovaties bijdragen aan de betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg. Wanneer ze doelmatig worden toegepast en wanneer de organisatie van de zorg erop is aangepast. Dat is een absolute randvoorwaarde en een grote uitdaging voor de komende tijd. Beste mensen, ik denk en ik verwacht dat uw wetenschappelijk programma hier goed op inspeelt. Wij doen vanuit VWS wat we kunnen om u daarbij te ondersteunen, om al die positieve energie die hier ook weer in de zaal zit te ontketenen. En de hoofdlijnakkoorden die we de afgelopen jaren hebben gesloten, zie ik ook als een gemeenschappelijke werkagenda. Die gaan ook over het vervangen van dure ziekenhuiszorg door minder dure zorg dichtbij, met volop gebruik van e-health, van de wachtkamer naar de huiskamer, van het ziekenhuis naar de mobiele telefoon. En koude ICT voor warme zorg, de patiënt baas over zijn eigen gezondheid. En terwijl we tegelijkertijd die hele complexe zorg concentreren, denk aan de protonentherapie hier vlakbij in de Holland PTC-kliniek, voor zoveel specialiteit en kennis neem je toch die extra kilometers op de koop toe, zou je zeggen. Dus we hebben afgesproken dat er meer geld gaat naar de huisartsen die een belangrijke rol hebben om die zorg dichtbij te organiseren. Dus de bakens staan wat ons betreft goed. De rest is uitvoering. Kijk in de spiegel en daar staat het belangrijkste bijdrage die je kunt leveren aan de zorg, aan die beweging. Beste mensen, ik begon met die lofzang op onze gezondheidszorg. Die voor zoveel mensen het leven mooier en langer heeft gemaakt. En dat is fantastisch. Maar als we de zorg goed en betaalbaar willen houden, moeten we samen aan de bak. Niet naar andere wijzen, maar kijken wat je zelf kunt doen. Jullie vanuit je expertise en verantwoordelijkheid en wij bij VWS natuurlijk ook vanuit onze verantwoordelijkheid voor de duurzaamheid van het stelsel. Want dat we als land uitblinken in innovatieve kracht, dat is iets om trots op te zijn. En nu moeten we ook zorgen dat we al die mooie vindingen eindelijk breed gaan toepassen. En er ook nog een paar nieuwe bij bedenken. Vooruit. Nu moeten we de mensen ervan overtuigen dat verouderde technologie echt de prullenbak in kan. En dat ook de manier van werken niet kan blijven zoals die was. Denk even aan die 70% logistiek. En dat geneesmiddelen voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijven. Zodat de vooruitgang waar we zo trots op zijn, onze zorg niet alleen beter maakt voor de patiënten van nu, maar ook voor de patiënten van morgen. Dus laten we vooral groot blijven denken, kleine stapjes zetten en morgen beginnen en dat blijven herhalen. Dank u wel. Erik Gerritsen, blijf nog even staan. Er viel iets op aan het verhaal. Die procesinnovatie die gaat niet goed. Maar daar is de overheid zelf ook een beetje debet aan geweest. Ongetwijfeld. Kijk, jullie hebben een heleboel, ik zeg het maar eens even, op zijn Amsterdams gedropt bij de gemeentes. Die gingen fors bezuinigen op de thuiszorg. En moet je zien, datgene wat jullie graag willen, die huiskamer, is daardoor helemaal niet goed tot stand gekomen. Hoe gaan we dat nou oplossen dan? Daar ligt een hele belangrijke taak van VWS. Die miste ik een beetje in het verhaal. Ja, ik weet niet zo precies wat je bedoelt. Ik denk dat
Bij een aantal. Ja, vroeger regelde VWS heel veel van die hulp. Nou, ik zeg altijd, het wordt nooit meer zoals het nooit geweest is. Nee, dat klopt. Dat hoeft ook niet. Ik sprak laatst wat ouderen, een vitale senior, die zei, we moeten terug naar die bejaardenhuizen van vroeger, maar niet alleen maar met ouderen, want het is saai. En toen dacht ja, maar van, dat nou, vraag ik ook niet. Nee, probeer even na te denken. Ja, nee, VWS wilde heel graag dat die zorg dicht bij die huiskamer kwam. Ja. En de gemeentes deden vervolgens de kraan dicht. Nou ja, dan werkt het toch niet? Nou ja, kijk, dit is een beetje een politieke vraag. Hè, mag jij niet aan topambtenaar stellen. Maar, ja, maar jou wel. Ik denk wel dat die beweging naar de gemeente toe als eerste overheid, dat nog steeds een goede is. En je ziet alleen dat elke transitie heel lang nodig heeft om ook zich door te ontwikkelen naar de transformatie, zoals het dan zo heet. Dus al die vernieuwing, ja, die moet toch voor een groot deel komen. En dat gaat altijd langzamer dan je wil. Maar ik mis dat even dat, binnen jullie toekomst. Nou, dat wil niet zeggen dat ik vind nog steeds dat ik geloof echt dat die gemeenten daar een belangrijke rol in hebben. Maar ook de zorgverzekeraars, ook de zorgkantoren, ook de zorgaanbieders. Eigenlijk is dat dus de essentie van het verhaal. Dus er gaat heel veel vanzelf goed, maar dit soort ingewikkelde uitdagingen, daar moet je samenwerken. Dat moet in de regio's gebeuren. Dat is juist niet vanuit een ivoren toren, vanuit het ministerie te doen. Uh-huh. Dus dat wij dat op andere plekken hebben belegd, is denk ik nog steeds een goede keus geweest. En de grote uitdaging is om al die verschillende partijen in de regio, want daar gebeurt het. Dus die hoofdlijnakkoorden zijn landelijk gesloten, maar daar staat ook, ja luister, het gebeurt in de regio's. En die regio's zijn heel verschillend, dus er moet ruimte zijn voor diversiteit. Daar moet het gebeuren. Dat gaat niet altijd vanzelf, omdat het om vraagstukken zijn die een beetje in het midden liggen, waar niemand volledig voor verantwoordelijk is. Dus ik roep ook op tot een houding, een levenshouding van verantwoordelijkheid nemen voor dingen waar je niet verantwoordelijk voor bent, zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. Als we dat allemaal doen, ja. Ja, laat die maar eens even in. Dat is een doordenker, hè? Ja, oké. Verantwoordelijkheid nemen voor dingen waar je niet verantwoordelijk voor bent, zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. Dat is de enige manier om de problemen die in het midden liggen op te lossen. Dan is het nog steeds goed dat dat niet vanuit een ivoren toren komt. Want al die mensen denken dat de zegen vanuit Den Haag komt, die hebben toch echt, ja, nee, dat klopt. Maar Erik Gerritsen. Nou hebben we inderdaad onthuld gekregen vandaag wat jullie een mooie missie voor de toekomst is. 5 jaar langer leven. Ja. Maar nou werd er ook al gezond terecht, leven. Gezond leven. Nou werd er al gezegd, terecht gezegd in de zaal, Nederland heeft een postcodeprobleem. Dat heb je zelf net ook al een beetje gekenschet. Het sociale probleem dat waar je huis op dit moment staat, betekent ook dat je in niet al te beste gezondheid soms eindigt. Ja. Zou dat niet veel meer dat jullie missie moeten zijn, dat we dat oplossen in plaats van dat 5 jaar lange leven? Nou, dat zit natuurlijk in die gezondheidsverschillen. Hè? Dat zit, het tweede deel van de missie gaat over het verkleinen van de gezondheidsverschillen. Dat is het misschien nog wel ambitieuzer dan die 5 jaar langer gezond leven. Die gaat hierover. Die gaat inderdaad over het toch een beetje het, hoe moet je dat zeggen, toch de olifant in de kamer van een van de beste gezondheidszorgstelsels in Nederland. Met gigantisch groot, ik weet ze niet uit mijn hoofd, maar ik geloof 15, 18 jaar verschil of zoiets. En het aardige is dat de missie om die gezondheidsverschillen te verkleinen heel mooi samengaat met de zorg betaalbaar houden. Want dat is ook de groep waar relatief kleine groep waar het meeste zorggeld naartoe gaat. En dat kan voorkomen worden als je dat... Als we hun gezondheid verbeteren, dan ben jij ook waarschijnlijk uit je geldkosten. Ja, zeker. Mag ik jou straks nog een keer op het podium vragen? Ja hoor. Hartelijk dank, dames en heren. Erik Gerritsen. Ja.